Dat doen we dadelijk. Wacht even. Debbie, vertel eens, goed nieuws voor de mensen van Pia en Maas. Ik heb hem gevonden. En? Wie zit hem eruit? Ik had nog Keuzeaug nog. Oh, vertel. Maar er werd toen wel een leuke eind gekald. Ja, dat was... Wie waren de kandidaten? De kikker. Ja, oh ja, ja, ja. De zwarte prins op het witte peert. Ja. En we hadden een laagste prins, hè, van de pluus. Van de pluus? Van de pluus. Van de pluuserie, van de joekstamtam. Van de joekstamtam, van de pluuserie. En de, wie heette? Pieter-Jan Heijnen waren Pieter-Jan Heijnen, ja. Wat kennen we ervan? Het zijn beels in de familie. Volgens mij heb ik begrepen dat het familie is van dich, Bart. Ja, klopt. Ja. Pieter-Jan was helemaal klaar voor. Giel, gaan we wegzetten. Die heet er plaats voor, hij heet er tijd voor en hij zegt van mijn Debbie, durf ik deze, vastelovend, durf ik aan. Oké, en is er nog een weggelopen? Ik denk dat hij onder in de kelder zit te bibberen, want ja, Debbie is erg goed al drek. Oké, en waar is de rink? Heet ze. Oh. En wat vindt de vrouw van Pieter ervan? Die vindt dat allemaal goed. Die ziet geweldig, geweldig. Oh. Ik heb er best nog een bij. Oké. En Sjaak, wat vindt ze er allemaal van? Poetroer. Fantastisch. Ze mag ze alleen maar de 11 van de 11 kent ze net met mij. Is het nog een mupje van de mensen? Ah, nee, ik wil niet zo gevlegen echt die mop verkopen. Nee, moeten we altijd zien. Oké. Nou, van harte gefeliciteerd allemaal. We maken er nog een schoenen over. Dankjewel.